Goeiedag. Ik ga jullie laten zien hoe je een waterleiding maakt in SketchUp 2015. Ik zet opa een beetje aan de kant. Opa kan eigenlijk wel weg. Het eerste wat ik doe is even een cirkel tekenen. Normaal dan zie je het vierkant hier. Die rechthoek is het. Het is geen vierkant, het is een rechthoek. Je klikt op het pijltje ernaast en je klikt op Circle. Dat is Engels, dat betekent cirkel. En je tekent de cirkel. Dan klik je op de offset tool, dat is deze knop. Je klikt op de cirkel en je houdt de linkermuistoets ingedrukt. Dan kun je zelf kiezen hoe groot de tweede cirkel moet worden. Die moet ongeveer zo groot worden. Iets kleiner dan de eerste cirkel. Dus je hebt nu dit. Grote cirkel, kleine cirkel. Dan pak je de Lines tool. Dus dat potloodje. Daar klik je op. En dan moet je vanuit het midden gaan tekenen. Center. Dus niet hier, niet hier, vanuit het center. Je tekent een rechte lijn naar boven. Daar laat je los. Eventueel moet je even klikken. Die lijn moet wel blauw zijn. Dan gaat die recht naar boven. Dan teken je nog een lijn. Die moet groen zijn. En je tekent nog een lijn. Die moet rood zijn. Als dat niet lukt. Dan moet je eventjes een beetje draaien. Ik heb nou een probleem met een rode lijn tekenen. Als je een beetje ronddraait. Dan zie je hem op een gegeven moment rood worden. Ja. Dan duw ik op Escape op mijn toetsenbord. Dit is wat je moet hebben. Dus twee cirkels in het midden en lijn omhoog. En die gaat zo ver. Oké. Als dat gelukt is, dan klik je op het pijltje. De Select tool. En dan klik je op de binnenste cirkel. Op het grijze. Dan krijg je dan puntjes. Dan druk je op Delete op je toetsenbord. Je moet weg die cirkel. Dan moet je de drie lijnen selecteren. Als ik één keer klik, dan selecteert hij één lijn. Als ik twee keer klik, ook één lijn. Als ik drie keer klik, dan selecteert hij ze allemaal. Dat is wat je moet hebben. Dus je moet drie keer klikken. 1, 2, 3. Heel snel achter elkaar. Als je dat gedaan hebt, klik je bij Tools. Follow me. Dan kun je een beetje inzoomen. En vervolgens moet je klikken op het grijze van de ring die je hebt gemaakt. Als je nou klikt, heb je hier je waterlijn. Dat was het.